We zijn er bijna op Surinameplein. Die MT is echt niet normaal. Ik heb dat even niet gefilmd. Omdat ik gewoon even door ging rijden over de snelweg. Even snel, een beetje haast. Niet zo veel denderens. Maar dit ding is echt. Het geluid, jongen. Die Accra de hele dag. Ja, later. Let's see what the boys. Where the hood. Hoor even, jongen. Tering. Wat een ding, jongen. Niet normaal. Ja, dus ik heb het niet verteld, maar we zijn meegevraagd voor een bruiloft. Een vriend van Salah, die gaat trouwen. En je weet hoe het gaat met die Marokkaanse bruiloften. Het is altijd één groot feest. Dus het is jammer dat het een beetje grijzig is en een beetje nattig. Maar we gaan er gewoon een feestje van maken. Even gek doen. Ik heb de MT geleend, zoals je ziet. Want Boesa is nog niet helemaal klaar. Remmen zijn nog niet goed. Maar dit is ook geen straf, hoor. Pak. Jongen, doe even normaal. Ja. Natuurlijk, grap. Als hij mijn motor niet klaar krijgt, dan... Hij heeft dat blokje al onder, hè? Ja, ik zag het gisteren, ja. Hij loopt ook al. Teringleier. Hey, gaf. Jammer voor het weer alleen, hè? Ja, man. Het zou droog blijven. Ja. Huh? Het zou droog blijven. Ja, het zou droog blijven. Een nieuwe pan. Maar Harry! Harry! Met je Roughridersbroek, swagger. Oké, we zijn bijna in Utrecht. Trajectcontrole fucking saai als altijd. Omdat die auto's niet hard kunnen rijden en wij. Het ding heeft zoveel koppeling, ik krijg gewoon 105. Rustig. Het is 4, 3, koppeling, jullie. Ongelooflijk. Wat een ding. De een van de reden word ik echt meer en meer verliefd op deze bike. Tering. Ik kom de een of andere reden, ik weet eigenlijk wel waarom. Voetje aan de grond. Oh, buddy. Oh, it takes me back, man. De XT days. Dit voelt als de XT days, maar dan met de shitload power. Kom op met tyfusbus. Schoon jij. Yeah.
De voorwiel komt gewoon los van de grond als je vol gas aan het optrekken bent en er zit een hobbeltje of zo. Dat slaat echt nergens. De wind, de fucking wind, jongen. Ik ben natuurlijk bus afgewend en dan lig je op achter die ruit, maar ik word er gewoon aan afgeblazen. Dit is fucking bike, man. Oh. Ik zeg je alvast, ik moet niet te vaak hierop gaan rijden, want dan is echt een echte reden deze dag geen keer de tuin staan. Ik denk we gaan afslag af, ik neem gelijk die afslag. Ik kom wel even lekker planken daarom. Nou, het weer werkt niet echt mee. Jullie hopen dat het een beetje mooie beelden zijn. Jan, ik hoop dat je er goed op staat, want die GoPro was een beetje beslagen. We zijn bij het tankstation, we wachten op de rest van het zootje en dan gaan we rijden. Hop, die weg, hou! Ik zou eens alles op YouTube zetten hoor. Ja. De rest van de jongens ook naar huis dan denk ik. Ja, jullie zijn met heel veel hè? Heel veel, heel veel. Marokkanen komen altijd met veel. Zo zijn wij. Hey, maar vriend, moet even wachten. Oh, moeten we nog even wachten? Oké. Oké. En waarom krijg ik wij rijbewijs? Laten we toch even publiciteit. Zo is dit, kom. Werkt ze? Loop je bijna. Bijna. Ik wil niet meer hebben hoor, Willis. Ken Willis. Wat? Amon? Poppen? Ja, tuning. Goedemiddag, wegmisbruikers. Wat moet ik? Mag hem verderop even aan de kant zetten, dan gaan we bruiloft vieren. Ze komen weer, ja, ze komen sowieso, altijd. Zeg maar, ze hebben niks te doen toch? Kaartje opgegeten als ontbijt. Hoe smaakte die? Ja, ik heb niet gegeten, ik heb meer drinken dan. Je komt dieven, hou. Je rent nooit geen boete. Hij heeft geen reden, hij heeft niks. Hij heeft niks. Mensen hebben gebeld en gezegd ze rijden als Mongolen. Dat toen is hij gekomen, ja. Stoer doen. Ja. Als hij wilde dat, had hij me al lang geneukt. Dat al lang. Hij ging bluffen. Sowieso. Ik vroeg ook meteen, heb je er beelden van? Alleen als hij mijn SD-kaart zou hebben, dan waren we wel van ja. De rijsticker, hold it! Fucking gezellig, kijk even, dikke waggies. Lamborghinis, Ferraris. You name it, they got it. Snel feesten, hè? We rijden gewoon met zijn moeder. La
Lambo. Ferrari, Lambo. Bentleys. AMG's in overvloed. Rolls Royce. Marco aan de gaan dik, jongen. Straks leeg is eraf van het toeteren. Gekkenhuis, AMG's overal, Panamera's, Lamborghinis. Even snel piespauze. Nu gaan we de bruid ophalen. En dan gaan we naar Sloterdijk. Oké, we gaan rijden toch richting daar? Ja, man. Mooie dingen. Alright, gaan we met de bruid richting bruidzaal. Dikke Lambo. Voordat straks de batterij uitvalt, wil ik nog even zeggen, Salah, Soldier, topper dat je ons hebt meegevraagd. Dat is fucking gezellig, dope dag. Dus we gaan nou, ik denk dat de batterij zo meteen dood is. We gaan richting de bruidzaal. Die zaal die ze gehuurd hebben, gaan we ze gaan trouwen. Of weekveld, ik weet niet hoe dat gaat, feest, I don't know. En dat is bij de Burger King bij Sloterdijk, daarnaast is die zaal. Dus wij gaan lekker naar de Burger King, hapje eten met z'n allen, burgertje doen. Lekker toeteren! Lekker toeteren! Toeteren! Allemaal naar toeteren! Voor mij is echt groot en blij, toeteren! Dankjewel. Ik ga even geduld. 7 minuutje rustig aan. Dankjewel. Sorry? Nee. Heb ik niet. Optief, en gauw. Ben je van de politie? Ben jij van de politie dan? Maar even. Sick dit niet politie. Lekker je, lekker wees. Turbo dingen!
carbon fiber. Tjonge. Maserati, Bentley, Volkswagen. Carbon ceramic. Monster. Ook niet verkeerd. Fucking beautiful rims. Vellig ook, jongen. Die remschijven bedoel ik. Ja, pretty nice, guys. Salah, thanks. Was fucking gruwelijk, ouwe. Was gezellig en zit de volgende keer. We gaan een hapje eten, Burger King. Later. Het is koud geworden, iedereen op honger. Hapje eten, Burger King. Burger Kingetje doen. Team Fireblade. Eigenlijk zijn ze homo met z'n tweeën, moet je eens hier al kijken. Maar niemand weet het nog. Bikelife vlogs, jongen. Binnenkort komen ze uit de kast in een volgende aflevering, denk ik. Ik ben nog aan het filmen. Ik ben nu weer aan het filmen. Waar is het lekker? Eten zo.